liever te weinig stoelen bij jouw event dan lege stoelen. Stel je gaat naar een concert of naar een feestje en bij aankomst blijkt de zaal maar voor de helft gevuld te zijn. Dat draagt niet echt bij aan de sfeer. Sterker nog, het is een beetje sneu. Exact hetzelfde geldt voor een congres. En het is aan jou als organisator de taak ervoor te zorgen dat je altijd een volle zaal hebt. Nou, hoe doe je dat nou? Eigenlijk heel simpel. Als zich 100 mensen hebben aangemeld, zet je gewoon maar 70 stoelen neer. 10 minuten voordat het programma begint, check je even bij de inschrijfbalie hoeveel mensen er binnen zijn. En kun je alsnog stoelen weghalen of er stoelen bij zetten. Het ergste dat kan gebeuren is dat mensen binnenkomen dat er uiteindelijk te weinig stoelen blijken te staan. Maar dat is helemaal niet erg, want je zet ze dan alsnog daar snel bij en iedereen zal het gevoel hebben bij een hele bijzondere bijeenkomst te zijn waar zelfs op het laatste moment nog extra stoelen bijgezet moesten worden. Op deze manier hangt er nog voordat jouw congresprogramma begint een sfeer van succes in de zaal, een spanning. In plaats van het gevoel dat mensen op iets zijn afgekomen waar eigenlijk maar heel weinig mensen interesse in hebben. Kortom, zorg ervoor dat je liever te weinig stoelen hebt staan dan te veel stoelen.